Renault Antwerpen. De auto's van stad. Aan het pas heropende Van Hombeekplein in Berchem komt nu ook een nieuwe school. Op de plaats waar in een vroeger verleden nog het Sint-Stanislas College gevestigd was, opent het katholiek onderwijs de nieuwe kleuter- en lagere school, de Knikkerbaan. We hebben dit het Inkelpad, dat is een school ook van ons. En daar hebben we eigenlijk alle lange wachtlijsten. Dat is een school van 640 kinderen, waar we naar 700 gaan. Daar hebben we dus ook een capaciteitsdossier gelopen. Maar ondanks dat hebben we toch nog wachtlijsten voor sommige geboortejaar van 75 kinderen. En om die reden zagen we de kans hier om een school te openen. Ook de school naast ons, de school de Merode, is van onze scholengemeenschap. En dan kunnen we samen daar een mooie kindercampus uitbouwen. Leerkrachten zijn volop bezig de gangen te kuisen en de gloednieuwe banken te plaatsen in de klaslokalen. Ook hier worden deze dagen open inschrijvingen gehouden. Er is nog wat plaats op deze opstartende school en dus zijn nieuwe leerlingen er welkom. En er blijken nog steeds ouders op zoek. Dat loopt eigenlijk vlot. In Antwerpen moet je 50 leerlingen hebben om een school te mogen openen. En op dit moment hebben we een 85-tal kinderen, waar dat er een 63 van tellen op 1 oktober. Dus we hebben ruim de 50 behaald. Ja. Verwachten jullie nog de komende anderhalve week nog een pak inschrijvingen ermee bij? Ik verwacht dat wel, want de telefoon stond vandaag ook niet stil. Dus ik verwacht daar nog wel inschrijvingen bij. Voor 2010 en 2011 hebben we helaas al wel een wachtlijst. 2007, 2008 en 2009, daar is nog plaats. De plaatjes voor de allerjongsten die zitten dus nu al vol. De school wil verder groeien met de ouder wordende leerlingen en elk jaar meer klassen aanbieden. En zo krijgt Sint-Stanislas een nieuwe toekomst als de Knikkerbaan.